Je mag daar mee. gemeente, aan de ene kant het college, aan de andere kant de gemeenteraad. En ik zeg, wie gaat de aansprakelijkheid nemen voor de schendingen van mijn mensenrechten en mijn burgerrechten? Geacht college. Ja, wethouders en zo, voorzitter. Het was de burgemeester in dit geval niet, maar er komt een andere voorzitter. Nou, ik zeg, steek je vinger maar omhoog, dan zal ik je strafrechtelijk en civielrechtelijk tot in de hel vervolgen. Maar niemand stak zijn vinger omhoog. Nee, dat snap En toen zei ik. ze, ja, Ik wil maar allemaal niet die de handel. gemeenteraad neemt de besluiten. Hun voeren alleen maar uit, hè? Wij doen alleen maar ons werk. Hè? Dus ik zeg altijd wel eens, een huurmoordenaar doet ook alleen maar zijn werk. Ja. Maar daarvoor heeft hij nog wel de verantwoordelijkheid en de Ja. aansprakelijkheid om daarvoor verantwoording af te Ja, leggen. ja. Maar goed, de gemeenteraad, ik zeg tegen die gemeenteraad, waar hebben jullie een machtiging inbreuken maken op mijn burgerrechten en mijn mensenrechten? Wie heeft jou daarvoor bevoegd gemaakt? Steek je vinger maar op. Nou, niemand. Nee. Zegt iemand, ja, de gemeente is verantwoordelijk. Dan zeg ik, oh, wie is de gemeente? Dan zegt ze, ja, dat bent u en ik en wij allemaal. Ik zeg, oh, dus ik loop al 20 jaar mijn eigen mensenrechten en burgerrechten te schenden, idioot. Ja, zo is het dan toch? Want als ik de gemeente ben en de gemeente schendt mijn recht, wie schendt er mijn recht dan? Ja, precies. En wie vindt ook dat jij je recht schendt, hè? Althans, hoe komt diegene daarbij? Dan moet natuurlijk ook, dan moet je iemand schade berokkenen, hè? Zoals je dat vanmiddag ook uitlegde. Ja, wat met boetes betreft en dat soort dingen, omdat we natuurlijk ook met die CJIB en die meneer Hasselhoff bezig waren om voor de rechter te krijgen. Er is een verantwoordelijkheid en een aansprakelijkheid die elk mens hebt om een ander mens niet te benadelen of schade te berokkenen. En daar is door de overheid een verdienmodel van gemaakt. Het makkelijkste voorbeeld is een verkeersboete om te hard te rijden op de snelweg. Dus de meeste mensen kunnen zich misschien nog herinneren, maar volgens mij kon je in de tijd van de corona 130 op de snelweg. En nu vanwege het milieu kun je nog maar 100 op de snelweg. Als je nu een bekeuring krijgt voor 110 euro, 110 euro, hij is veel hoger hoor, voor 110 kilometer, omdat je 10 kilometer te hard rijdt, heb je dan iemand benadeeld? En hoe bewijzen zij dat jij iemand hebt benadeeld? Precies. Heb je een ongeluk veroorzaakt als je te hard hebt gereden? Ik heb wel eens gehad, daar werd ik aangehouden en toen zei die agent, ja, u reed te hard! En dan zei ik, nee hoor, ik reed niet te hard. U reed wel te hard! En dan zei ik, Ik heb niet meneer, gehad. echt waar, ik reed niet te hard. Als iemand te hard rijdt, verliest hij de controle over zijn voertuig. Ja. U bedoelt waarschijnlijk dat ik de hier vastgesteld maximale snelheid heb overtreden. Dat is een heel ander verhaal, meneer. Heerlijk, ja, dan ben je weer een wijsneus natuurlijk. Ja, dan ben je wat bij de hand. Ja. Ja, vertel. Niet zo bij de hand, hè? Ja. Maar goed, En toen? nou ja, dan wil ik ook weten, hoe heb je dat vastgesteld? Ja, Tja, ja. hij moet dat wel vastgesteld hebben. Want Ja. ja, de wind stond die kant op, dus Ja. reed je te hard, weet je? Ja, Nou, dat ik kon hij zou dus dat niet. douchen, ja. Ik zeg dus je staat mijn tijd te voldoen hier aan. Ja. En als ze daar beelden van hebben? Als ze de beelden gaan hebben, ja, maar dan moet de apparatuur geëikt zijn en weet ik veel wat. Maar dan nog heb ik iemand benadeeld. Ja, precies. Rijd ik iemand dood omdat ik 100 op een woonerf rijd waar je maar 30 mag en er steekt een kind over, ja? Ja, dood door schuld. Ja? Dan heb ik dus werkelijk de grens overschreden. Had je geen verantwoording? dronken achter het stuur. Ja. Staat ook in het Ja. wetboek van strafrecht, Had je hè? geen Ik verantwoording? bedoel, dronken in de openbare ruimte waarin je anderen benadeelt. Ja, dat is een strafbaar feit. Maar de verkeersregels van de verkeerswetten staan niet in het wetboek van strafrecht. Oh. Nee, die staan in andere wet. Het wetboek van strafrecht geldt voor iedereen. Dat is de wet. De wet geldt voor iedereen. En de rest is allemaal maar En de synoniem, rest subcategorieën. is allemaal regelgeving waarin zij van mening zijn dat zij iets wel mogen wat jij niet mag. Dus daar hoef je je niet aan te houden. Nee. Oké, dus dat is een advies. Hetzelfde wapenbezit staat niet in het wetboek van strafrecht.
Er wordt wel gesproken over dat wapenbezit beschreven wordt in, in de wapenwet. Okay. Maar als het in het wetboek van strafrecht zou staan dat je geen wapen mag bezitten, dan mag de politie en het leger dat ook niet. Ah, dus het is alleen maar weer regelgeving. Begin het allemaal nu op het moment dat jij, op het moment dat jij zegt in strafrecht van een overtreding van de maximumsnelheid is strafbaar, ja, dan wordt elke ambulance en elke politieauto die wordt strafbaar op het moment dat hij de maximale snelheid overtreedt. En is die strafwetten, is dat universeel of zijn dat in alle landen anders? Je kunt ervan uitgaan dat het op de planeet geldt. Okay. En dat is eigenlijk met civiel ook. Okay. Dan heet het UCC, Universal Commercial Code. Okay. En dan is het Maritime Law en dat soort zaken, maar dat heb je, dat moet je niet meer bezighouden. Proberen ook een heleboel mensen om allemaal die buitenlandse wetten daarop na te houden, maar daar heb je bij Nederlandse rechter helemaal niks aan. Nee, natuurlijk niet. Maar ik voel me gewoon af. Nederlandse rechter, die kan je best gewoon verwijzen naar wat in het wetboek van Nederland staat. Ja, dat is helemaal gek. Ja. En zit je bij een civiele rechter en dan zegt hij van ja, ik ben geen strafrechter. En dan zeg ik, nee, maar dit zijn wel strafbare feiten. Mm-hmm. Wat is civiel en strafrecht dan? Dat is dat niet hetzelfde dan? Nee, kijk, vroeger had je alleen maar strafrecht. Ja. Ja? En als je wat fout deed, werd je ervoor gestraft. Zo simpel was het. Toen kwam de verlichtingsperiode met de verlichtingsdenkers. Die New Age. Die heb je nu nog. Nee, ik praat over de tijd van voor de Franse Revolutie. Oh. En dus daardoor ontstond ook op een zeker moment de Franse Revolutie. En na de Franse Revolutie heeft Napoleon, die heeft zeg maar de code Napoleon ingevoerd. Dat is dus door heel Europa ingevoerd en dat was de code civiel. Okay, de Franse code civiel. En dan had hij, omdat de revolutie ging om het verboden feodale systeem. En dat betekende dat een paar rijke mensen alles in handen hadden. Alle grond, al het geld. En jij slaaf was om voor hun te gaan werken op dat land wat dan van hun was. En dat zie je nu ook weer gebeuren. Dus de geschiedenis herhaalt zich. En ik ben dus weer bang voor een burgeroorlog. Daarvoor heb ik een boek geschreven. In de hoop dat we dat daarmee kunnen stoppen. Als de rechters recht gaan spreken. Want dat is ook nog maar de vraag. Ja. En de Franse Revolutie heeft er dus voor gezorgd. Toen hadden we de broer van Napoleon, Lodewijk, die was koning in Nederland. Nederland bestaat niet zo lang. En toen had wat Nederlanders, want we werden wel Nederlanders genoemd, omdat we eigenlijk inwoners waren van de Lage Landen. En de Lage Landen was Nederland, België, Luxemburg, delen van Frankrijk, delen van Duitsland. Op zeker met 7 provinciën. En iedere keer veranderden die kaarten en dan scheiden Frankrijk zich weer af en dan weer België scheiden zich weer af. En dan uiteindelijk, uiteindelijk in 1848 hielden we Nederland over zoals nu is. Alleen Limburg kan ik niet plaatsen hoe dat er dan ingekomen is. Maar goed, dat civiele recht werd dan voor toepassing om onderscheid te maken tussen publieke mensenrechten, strafrecht, want publiek recht is strafrecht, en zakelijk recht, civiel recht. Oké, dus civiel recht is dus zakelijk recht? Is dus zakelijk recht. Dus het heeft met straf. Oké. Nou, en toen kreeg je, op een zeker moment van in 1994 werd de Algemene Wet Bestuursrecht ingevoerd. En vanaf dat moment is het totaal bergafwaarts gegaan. In de jaren 80 hebben ze die 120 in de grondwet gebracht. Dat de grondwet niet meer getoetst kon worden. Het is alleen maar bergafwaarts gegaan. En, alleen maar dictatorieel geworden. Steeds meer regels die in strijd zijn met het recht en met dat soort dingen. Ja. En niemand heeft het gedaan. Niemand is verantwoordelijk en niemand is het gedaan. Maar het is nou helemaal de wet. Ze zetten het er gewoon maar in. Ja. Dat is ook waarom mensen belangrijk. Tik gewoon op YouTube in. De staat van de rechtsstaat. Deskundige bijeenkomst 2014. Het duurt 3 uur. Gaat even kijken. De eerste 10 minuten zijn van Alex Brenkmeijer. Hij is nu dood. In die 10 minuten, in de eerste 10 minuten dat hij praat, legt hij precies uit waar het over gaat. En dat is gewoon van, sorry hoor mensen, maar
het primaat van de politiek bestaat helemaal niet. Dat is het geheim van een democratische rechtsstaat. Mm-hmm. Ja? Democratische rechtsstaat om het volk het voor te vertellen en niet de regering. Ja. Ja. Nou ja, je hoort natuurlijk ook heel. Kijk, dus ik heb natuurlijk ook wel heel erg veel in van alles nog wat verdiept. Maar dan wordt natuurlijk gezegd van nou, hè, Beatrix of Wilhelmina, wie vertrok er nou met de oorlog? Wilhelmina. Ja, Wilhelmina vertrok met de oorlog. Dus eigenlijk is Nederland geen Nederland meer. Of in ieder geval heeft geen koning. Want ze zitten daar onrechtmatig. Hm. Kun je daar iets mee in de recht? Of helemaal niks? Het bestuur is al blijven zitten. Ja. Maar de Duitsers hebben het bestuur overgenomen. Ja. He? Maar het land wordt niet bestuurd door de koning. Maar waarom is het dan nog steeds uit naam van de koning? De koning is de beschermheer van het volk. Maar die beschermt niet. Gaat op vakantie naar Griekenland. Ja. Hij dient het volk te beschermen tegen wat hier nu gebeurt. En ik heb het even niet gevolgd de afgelopen dagen. Ik ben onder dingen bezig was, maar ik geloof dat Rutte weer zijn ontslag aan gaat bieden, geloof ik. En dat doet hij ook dus bij de koning, dus hij is in dienst. Ja, maar de koning die houdt dus eigenlijk toezicht op wat zij doen. En dat ze die ambtseed naleven. Het probleem is dat... Het volk is vrij. Mm-hmm. En het volk mag dus doen en laten wat hij wil. Mm-hmm. Daar mag de koning dus eigenlijk niks over zeggen. Mm-hmm. En het volk mag verenigingen oprichten. Mm-hmm. En die mogen ook hun eigen wetten maken. Mm-hmm. Want het volk heeft nu eenmaal het recht om dat te doen. Mm-hmm. Of de koning het daarmee eens is of niet. Mm-hmm. Ja? Dus hij moet zijn handtekening onder de wet zetten. Ook al is hij het er niet mee eens. Hoe kan dat dan? Omdat het van het volk is of hoe? Nou, wat er misgaat, en dat is dus de Eerste Kamer. De Tweede Kamer, daar zitten gewoon allemaal mensen, die hebben hier ook, die hebben het recht ook niet geleerd. En die bedenken wat, beleid. Mm-hmm. En dan gaan ze een wet maken, want nu willen we dat zo. Mm-hmm. Hè? Maar die wet moet getoetst worden in de Eerste Kamer, om te kijken of die niet in strijd is met de grondwet. Mm-hmm. En met het recht van de mensen. Ja. Ja, nou, en dat glipt er dus constant tussendoor. Wat is die grondwet dan weer? Want we hebben strafweg, we zien een grondweg. De grondwet is van het land. Oké, okay. En dat gaat dan over wat je met het land... De eerste delen van de grondwet, het gaat ook over jouw recht. Gelijkheidsbeginsel, artikel 1. Ja. Jouw recht is gelijk aan mijn recht. Ja, jij mag mij niet discrimineren, ik mag jou niet discrimineren, enzovoort. Maar ik moet jezelf, wel overal vergunning vragen. Je zelfbeschikkingsrecht. Nou, dat is ook zoiets, hè. Iemand roept tegen mij... Ja, ik heb nog nooit een vergunning gehad, van mijn hele leven niet. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ik heb dat zonder vergunning gedaan. Mm-hmm. En dan lopen ze te roepen, ja, jij hebt geen vergunning. En dan zeg ik, ja. Mm-hmm. En ze zeggen, je moet een vergunning aanvragen. Dan zeg ik, oké. Okay. En u bent, wat is uw naam? Ja, precies. Ja, je moet een vergunning aanvragen bij de gemeente. Ik zeg, dat is wat jij zegt, dat ik dat moet doen. Mm-hmm. Dus ik wil weten, wat is jouw naam? Ja. En dan schrijf ik dus... Een briefje, eerst een WOB-verzoek. Ik heb begrepen van die meneer dat ik vergunning aan moet vragen. Bij wie moet ik een vergunning aanvragen? Mm-hmm. Wat is zijn of haar naam? Mm-hmm. Welke vergunningen moet ik allemaal aanvragen? Wat staat er allemaal in die vergunningen? Mm-hmm. Dus ik wil eventjes die vergunningen zien voordat ik ze aanvraag. Ja. En dan krijg ik geen antwoord. En dan dus mag je altijd nog bouwen. Stel ik wil hier nog een etage bovenop, ik zeg maar wat. Ja, maar als je buren daarover vinden dat ze benadeeld zijn, kunnen ze daarvoor naar de rechter. Oké. Okay. Huh? Maar als niemand klaagt, dan is er niks aan de hand. Dus in principe niet. Je hoeft daar geen vergunning aan te vragen. In principe niet. Dan... Bij wie moet je een vergunning aanvragen? En wie beperkt jou in je recht op het moment dat je het doet? En staat dat op het moment dat ik een vergunning aanvraag... En ik weet niet wat er in die vergunning staat. Mm-hmm. En ik bega geen strafbare feiten. Mm-hmm. Maar ik word wel beperkt door die vergunning. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja? Hoezo? Als ik strafbare feiten bega, dan kunnen ze me daarvoor vervolgen. Ik doe niks verkeerd. Nou, ik wil bijvoorbeeld mijn huis hiervoor wit schilderen. Want ik vind gewoon die stenen, die zijn gewoon... Het is niet meer schoon te krijgen, zeg maar. Nee. Nou, dat mag niet. Moet je ze wit schilderen? Dan kun je ze nog wel schoon krijgen. Nou ja, dan is het weer in ieder geval wit. Al zou ik het over 5 jaar moeten doen, weet je. Nu is het niet meer en niet eens schoon te krijgen. Maar niet dat ook haast niet schoon te krijgen. Deze stenen zijn waardeloos. Maar ik wil ze wit. Mag niet. Van wie niet? Dat zeggen ze. Ze? Ja.
Heb je niet naar gevraagd? Maar Katrien... Hun en ze en dat soort dingen. Als die zeggen van dat mag niet. En zet het maar even op papier met je naam en handtekening eronder. Ja, ik heb dit telefoongesprek opgenomen. Dus ik zal dit even bevestigen over de mail. Ja, maar stel nou Katrien Visser. En want die ik zegt stel u aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle gevolgen die uit voortvloeien. Omdat u zegt dat het niet mag. Ja, nou en dan? Dan krijg je een heleboel sodemieter. En krijg je weer boetes en dwangsommen. Want dan moet je het gaan verwijderen. Ja. En dan rechtszaken en dat soort dingen. Het past niet in straatbeeld. Past niet in straatbeeld. Ja. Want mijn knopje is rood en die van jou is groen. En dat vind ik absoluut. Dat ook. Die vinden absoluut, het juist fantastisch. Absoluut niet. Ja, maar met de buren die dat allemaal zien, daar hebben ze niks mee te maken. Het gaat om hun. Hun wonen in Limburg of in Hilversum op een van de villa. En kunnen er niet uitstaan dat jij een groene deurbel hebt. Nee. Die op 1,20 meter 20 hoogte zit in plaats. Staat dat ergens in de wet dat ze dat mogen? Nee, dat is regelgeving. Dus daar hoef je je niet aan te houden? Nee. Mits je meedoet met die vereniging en dus een verbintenis hebt. Daarvoor zeg ik, de eerste vraag die je stelt. Heb u een machtiging inbreuk op mijn recht te maken? Waar is die machtiging? Okay. Oh, die heb je niet. Ik ben heel erg op gaan passen nu. Ja. Ja? Hebben wij een verbintenis, een overeenkomst, op welke manier dan ook tot stand gekomen? Dan wil ik hem op tafel hebben. Is het die geboorteakte? Laat me zien. Ja? Want ik was er niet bij die geboorteakte. Nee. Ik was mij niet bewust dat dat gebeurde. Dus jij kan mij niet levenslang in een contract gaan houden in slavernij, omdat mijn ouders niet ingelicht waren en mijn ouders gedwongen werden om het te doen, want het is strafbaar als je het niet doet. Ja? 400, ik weet het niet op mijn hoofd, ergens in de 400, wetboek voor strafrecht, dus dat is strafbaar als je je kind niet aangeeft. Ja. Het is belangrijk voor het kind. De verbintenis wordt tot stand gebracht doordat jij gaat stemmen. Jij gaat een machtiging geven bij je volle bewustzijn. Jij mag mij vertegenwoordigen en dan krijg je de rekening. Ja, oké. Okay, dus dat stemmen, dat maakt het allemaal mis. Maar als je kind bent, wat het aangeeft, het hele gebeuren, waar gaat dat over dan? Waarom moet ik een nationaliteit. Ja, maar daarom dat als ik dat nou niet wil, dan... Ja. Ik bedoel, ik vind dat het een kind van de planeet is en niet een kind van een land. We are the children, stardust. Ja, ja. ja, maar zover zijn we nog niet. Nee, oké, maar daar zijn we wel mee bezig. Nou ja, kijk, vroeger was het allemaal kleine landjes. En toen werd het Verenigde Staten. Ja. En toen werd het Verenigd Europa. En toen werd het Verenigd Azië, Verenigd Oostblok. Alle verenigingen, ja. En dan hebben we weer 5 blokken. Ja, uiteindelijk moet het 1 worden. Ja. Maar de culturen dus en de talen en de gewoontes en dat soort dingen. Want er zijn mensen die dan zeggen, ja, maar je kan je kind terugclaimen. Wat vind je daarvan? Ik weet niet, wie zegt dat? De soevereine beweging bijvoorbeeld. Nee, ik vroeg, wie zegt dat? Ja. Dan begin je weer met je rechtspersonen. God, en die zitten zo weet in. Weet je het is? Soms wil je ook geen namen noemen op internet. Oh, ja. Ik zeg maar wat. Maar weet iemand, je, er zijn iemand zegt iemand dat. Uit de soevereine beweging zegt dat je je naam kan, je naam, jijzelf, je eigen naam nog, maar ook je kind kan terugclaimen uit het systeem. Okay. Waardoor ze dus minder dwang kunnen uitoefenen. En bij wie claim je dat? Bij de gemeente. Bij iemand die daar zit. Er zit een brief in het boek. Als je in gaat schrijven bij de gemeente. Met een hele lijst die ze kunnen tekenen. Dat je dus niet akkoord gaat. Dat de inschrijving bij de gemeente. Leidt tot een privaatrechtelijke afdwingbare overeenkomst. Met wie dan ook. Okay. Want wat doet die computer van de gemeente? Die gaat het namelijk doorgeven aan de Sociaalverzekeringsbank. Aan de Belastingdienst. En aan alle kanten gaan ze je weer belagen. Omdat je je inschrijft in de gemeente. Maar je hebt het niet toegestaan. Dus we hebben de gemeente aangeschreven. En gevraagd van, wie hebben gedaan? Ja, de computer gedaan. Ik zeg, de computer gedaan. Nou, en wie heeft de computer geprogrammeerd? Ja, de programmeur. Nou, dan moeten we die even spreken. Ja, die nam geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Want die heeft weer een opdracht gekregen om dat te doen. Van wie heb je die opdracht gekregen om dat te doen? Ja, van niemand. Want je ziet ook heel veel mensen. Je kent ook de Rainbow Family wel eens van gehoord. Nou, dat zijn mensen die dus helemaal nergens ingeschreven staan. Die doet eigenlijk helemaal nergens ook aan mee. En die leven toch ook gewoon overal waar ze maar willen. Ja, maar kijk, weet je, het probleem hier in Nederland in ieder geval is het zo dat je ontkomt niet aan belasting betalen. Absoluut niet. Oké. Waarom niet? Omdat je namelijk niet absoluut zelfstandig
autonoom bent. Mm-hmm. Want je gaat naar de winkel om iets te kopen en boem, zit 40% inkomstenbelasting, overheidsheffingen, accijnzen, BTW, toestanden. Dus 80% van al die rotzooi is allemaal belasting. Maar dan maak je zelf een keuze om daar te gaan kopen, bijvoorbeeld. Ja, nee, maar omdat je dat doet, krijg je ook AOW, omdat je hier in Nederland ingeschreven staat. En omdat je dus, als je in Nederland ingeschreven staat, leef je ook in Nederland. Mm-hmm. Dus dan betaal je ook belasting aan alles. Dat is ook zo'n lastig thema, hè? Althans met AOW. Want er zijn natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld voor hun werk in het buitenland werken, maar wel wonen en de nationaliteit van Nederland hebben. Als ze in Nederland wonen, hebben ze een hebben ze dus AOW. Ja, maar luister, kijk, wij zijn reizende volken, ja? Nou, ik snap waar jij wil. Ja. Kijk, ik ken iemand die is ook binnen, die vaart door Europa op een chemicaliëntank. En dan heb je een postadres. Ja, die heeft een postbusadres. Ja. Want hij zegt, waarom zou ik nou in godsnaam een huis gaan huren om me daarin te schrijven, terwijl ik altijd op dat schip zit? En die krijgt geen AOW, de helft van €500 per maand. Ja, maar hoe kun je dit aanroepen? Hij vindt het ook niet zo erg als het tekent me, joh. Ja, maar het is hij betaalt ook onethisch. Hij betaalt ook geen gewone belasting, want hij werkt voor een bedrijf in Luxemburg. Mm-hmm. Dus dan betaalt hij belasting in Luxemburg. Ja, ja. Maar dan nog, je hebt een Nederlander, nationaliteit, je woont hier, alleen je hebt een postadres vanwege je werk in het buitenland. Of je hebt hier een postadres. Het rare is ook dat ze accepteren dat inschrijving van het postadres niet, want we hebben toen ook ruzie gehad, omdat hij werd uitgeschreven door een ambtenaar. Mm-hmm. En die deed dat ambtshalve. Mm-hmm. En toen hebben die ambtshalve en wij die ambtenaar ook aansprakelijk gesteld voor het feit dat hij hem uitschreef. Mm-hmm. Omdat we gesteld hadden, je kan het uitschrijven, maar dan schrijf je het in op dat postbusnummer. Mm-hmm. Nou, dat wilde hij niet doen. Mm-hmm. Ja, het is zijn keus dat hij dat niet wil doen. Mm-hmm. Maar hij benadeelt je door je buiten te sluiten. Want hij besluit hem buiten de economische ruimte. Mm-hmm. Want geloof me, dit is een inbreuk op artikel 1 burgerwetboek 1. Mm-hmm. Ja? Toen had hij per se met een paspoort nodig. Kreeg hij niet. Rijbewijs kreeg hij niet. Identiteitskaart kreeg hij niet. Waarvoor niet? Omdat hij niet aan kon tonen dat hij een Nederlander was. Nee, want hij moest aantonen dat hij een Nederlander was. Ik zeg, nou ja, laat je moeder maar even een geboortebewijs schrijven. Met een handtekening. Mm-hmm. Dus je bent in ieder geval in Nederland geboren. Ja. Ja? En je hebt nog een oud, niet geldig rijbewijs. Dat is uitgegeven. Mm-hmm. Ze kunnen constateren dat het rijbewijs, of dat het paspoort geen vals paspoort is. Mm-hmm. Ja? Het is alleen niet meer geldend. Mm-hmm. En omdat het nu ineens niet meer geldend is, besta je niet meer. Mm-hmm. Dan ben je ineens opgelost in de mist. Ja, dan ben je illegaal. Ja. Nee, je bent niet illegaal. Je bestaat niet meer. Ja, ook dat nog. Ja. Je bestaat gewoon bestaat gewoon niet meer. Ja. Oh ja, dan kregen ze ook nog een melding van dat je moest aangeven of je nog wel levend was. Moet je naar het kantoor, moet je brief schrijven, moet je aantonen dat je nog leeft. Dat kan in verschillende gevallen, als je verzekering af gaat sluiten waar je niet persoonlijk bij aanwezig bent, dat de verzekering wil een live-life claim. Mm-hmm. En dat een ambtenaar kan aantonen van ja, u bent dat en dit is inderdaad uw rijbewijs. Ja, oké, stempeltje. Zo, heb hij gezien dat je jezelf hebt geïdentificeerd en dat je er bent, dus dat je leeft en dus voor die verzekering is het goed. Ja, voor de AOW. Dat is het enige waar dat voor gebruikt wordt. Het paspoort kreeg hij niet, want hij moest aantonen dat hij dus niet in een ander land een andere nationaliteit aangevraagd. Maar hoe kun je bewijzen dat je iets niet hebt gedaan? Ja, nou. Dat kan je niet. Nee. Je kan niet bewijzen dat je niet in een ander land niet een andere nationaliteit hebt aangevraagd. Ja. Maar toen zegt hij, Mike, help me, want problemen. Nou, je kijken. Nou, oké. Verduistering van identiteit. Strafbaar feit. Dus ik zeg, nou prima, dat om dat artikel, wetboek, dat om dat briefje. Als u nu niet binnen 14 dagen dat paspoort op tafel legt, dan zal ik u strafrechtelijk vervolgen en alle schade die daaruit voortvloeit, zal ik bij u verhalen. Ja, mailtje, binnen 14 dagen kon je je paspoort ophalen. Nou, het is toch te gek voor woorden dat je de halve wereld aan moet knokken, totdat er iemand zegt van, hé, oh wacht maar, het is strafbaar als je identiteit verduistert. Ja. Ja, het is toch niet normaal? Nee, het is ook niet normaal, maar we leven niet in een normale wereld. Nee. Daarom is het ook, het is een godswonder. Ik ben blij dat jij er bent, dat je bestaat. Ja, echt, iemand die wel dit allemaal aan de mensen wil leren. Jij bent hier niet voor niks op deze planeet gezet. Ja, kijk, in dit moment ook. In deze video kijken leert u het niet, hoor.
Krijgt wel wat dingen mee waarvan je denkt van, hé, denk daar eens over na. Ben ik een mens of ben ik een burger? En wat is burgerlijk dan? Burger komt van, vroeger had je burgers, boeren en buitenlui. Nee, ik bedoel de burger en je burgerlijk. De burger is burgerlijk. Oh, ja, want dat hoorde ik namelijk in dat black box. Je bedoelt burgerlijk en ik dacht... Hè? Burgerwetboeken? Nee, ik dacht burgerlijk wetboeken. Ja. Dus ik vond het zo... dat vond ik nou weer zo... In de war word ik daarvan... Ik dacht op een zeker moment ook van... ik noem het gewoon altijd burgerwetboeken. Staat inderdaad burgerlijk wetboeken. Ja? Ja. Maar vroeger had je burgers, boeren en buitenlui. Ja, ja. Is dat BBB? Ja, mogelijk. Of is dat burgers die leefden binnen de burcht van de ommuring. Ja. De boeren die zaten daar buiten en de buitenlui die zaten nog verder weg. Mm-hmm. Maar als er dus wat gebeurde, dan moest eigenlijk iedereen binnen de muren van die burcht. Mm-hmm. Ja, en werden ze ingeburgerd. Mm-hmm. Ja, en belegerd met het leger eromheen en dat soort dingen. En dan moest je natuurlijk gaan vechten voor. Maar alleen edelen hadden op een zeker moment die stand van burger. Mm-hmm. Ja, want het was in de tijd van Napoleon en die verboden feodaal systeem was afgeschaft. Maar die edelen, ja, die waren de landeigenaren. Mm-hmm. Ja, dus toen hebben ze gezegd, nou, dan ben jij een burger. Een speciale status. Mm-hmm. Hè? Anders dan die boeren en die buitenlui. Ja. Die status niet hebben. Mm-hmm. Dan konden ze toch weer in dat verdienmodel. Mm-hmm. Wat die boeren en die buitenlui niet begrepen. Want die konden niet schrijven en lezen. Mm-hmm. Konden ze toch weer besodemieteren. Ja, ja, en dan wordt het weer opgebouwd. Ja. Maar goed. Burgerlijk. Burgerrecht is civiel. Woordspelletjes is waar wij mee getackled worden. Mm-hmm. Hè? Als je die stukken ook leest. Wij wijzen uw besluit af en u kunt bezwaar maken bij de bestuursrechter, bladibladibla. Mm-hmm. Wat lees je dan? Dat je bezwaar moet maken bij die bestuursrechter of dat je het kunt doen? Mm-hmm. U kunt. Kunt. Nou, wat zijn alle andere mogelijkheden? Maar daar denken de mensen niet na. Nee. Die denken dat daar moet staan, terwijl ze kunt lezen. Ja, ja, ja. Het is magie. Je moet ook mee akkoord gaan natuurlijk. Ja, is magic, ja. Woordmagie, ja. Dus dat burger en burgerrechten en burgerlijke wetboeken zijn niet burgerlijke rechten, burgerrechten. Dus ja, je hebt een burger en dan heb je burgerrechten. Burgerlijk kun je een ander woord bedenken. Waar luk achter staat. Mm-hmm. Hoe bedoel je? Burgerlijk? Dat was gevoegen, LUK natuurlijk. Dus ja. het lijk erachter. Ja, nu is lijk, ja, de dood lichaam. Ja. Ja. Maar een burger lijkt niet. Nee, dat zijn allemaal dode lichamen nu. Ja, maar vroeger was het een oud-Nederlands LUK. Maar lijkt kan ook nog alsof zijn. Het oplijken. Want als het ergens op lijkt, is het dan een dood lijk of lijkt het erop? Ja, 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 precies. Huh? Ja, precies. En, het is beide, denk ik. Burgerlijk is dus vanuit het masker, persona, het is niet echt, het is geen mens. Mm-hmm. Het is een juridisch rechtssubject, ja, ja, een ja. instrument wat de mens gebruikt in dat burgerlijk recht. En, dus het is allebei onzin. Want een dood lichaam dat bestaat. Ja, maar dat is dus ook de dode fictie van de rechtspersoon. En iets wat het lijkt is ook gewoon een hypnose. Het is ook de dode fictie van de rechtspersoon. Ja. De rechtspersoon is ook een dood lichaam, een dode fictie. Maar het is toch eigenlijk, het is er nog te zot voor woorden dat je überhaupt nog iets met al die rechten doet. Snap je? Omdat je denkt van, heeft het wel zin? Nou ja, dat je het gewoon allemaal van het hup. En gewoon doet wat je wilt. Maar ja, dan krijg je misschien mensen die zeggen... Het is nou juist dat zakelijke recht dat ingevoerd is... Mm-hmm. om conflict situaties te voorkomen. Oh ja, want dat wat je vertelde, dat was van Napoleon. Dus het civielrecht. Ja, maar dat kwam vanuit het verboden feodaal systeem. Want toen de guillotines eenmaal de koppen gingen rollen... en de koningen en alle hoogwaardigheidsbekleders... er was één groot bloedbad natuurlijk... Mm. En het was overal een revolutie, hè? Ook hier in Nederland. Maar daar komt het zakelijke recht dus vandaan? De invoering van de code civiel, ja.
Dat is dus het zakelijke. Kijk, vroeger hadden ze natuurlijk, daarvoor hadden ze ook wel afspraken. Mm-hmm. En er bestonden eigenlijk ook wel achternamen. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Want dat kun je dus zien. In de tijd van Napoleon moest dat, iedereen moest een achternaam mm-hmm. hebben. Mm-hmm. Dus dan moest je gaan vertellen hoe je wilde, van je achternaam wilde mm-hmm. heten. Mm-hmm. Maar voor die tijd had je dat al. Want dan had je bijvoorbeeld Henk de Molenaar. Mm-hmm. Ja, die draaide een molen. Dus als mm-hmm. iemand zei van, waar kan ik met mijn graan terecht? Dan zei mm-hmm. ze bij Henk de Molenaar. Mm-hmm. Of bij Jan de Boer. Mm-hmm. Mijn paard moet beslagen worden. Mm-hmm. Heb je een smid? Ja, Jan de Smid. Dus namen die zakelijk en handelsgerelateerd zijn, die kom je heel veel voor. Visser, molenaar, smid, waterdrager, noem het maar op. Er waren ook mensen die waren Jansen. Dronken. Jansen. Ja. Na Jansen kwam van Jan Jans zoon. Oké. Okay. En dan werd het Jan Jans zoon, mm-hmm. werd dan Jansen. Oké. Okay. Want het was de zoon van Jan, mm-hmm. maar hij heette ook Jan. Mm-hmm. Dus het was Jan, Jans zoon. Oké. Okay. Want oude Jan was jonge Jan, die zijn zoon was het. Dus mijn naam is Teunis, dus Teunis zoon. Ja, maar het kan ook zijn dat het van een plaats komt waar je familie was op dat moment. Ja, dat komt van Neptunus af. Tunis. Maar er zijn wel heel veel gedachten over hoe de namen ontstaan zijn, waar ze geboren zijn, naakt geboren. Mm. Ja? Mm. Ja, je zal zo heten. maar ja. Het was belangrijk dat je dus met die naam gewoon een mens bent, voornaam. Ja. En dat als je met de achternaam bekend maakt, dat, je dus, dat het dus zakelijk is. Mm-hmm. Dus als iemand naar je toe komt die zegt, je vraagt wie bent u, dat is dus de beleefdheidsvraag. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Ik, hij, zij en jij zijn voornaamwoorden. Mm-hmm. Mm-hmm. En u is de beleefdheidsvraag. Okay. Dus op het moment dat je zegt van ik ben ik en jij bent jij mm-hmm. en wie is het gekste van allebei. Mm-hmm. Je gaat daarover nadenken, mm-hmm. dan kun je dus de ik plaatsen in de positie van jij mm-hmm. en omgekeerd, waarin je gelijk de spiegel kan draaien, mm-hmm. waarop je tegenover iemand anders kan staan en zeggen van ik zie je zoals ik mijzelf zie. Mm-hmm. Dan zeg je dus u terug? Of je nee, dan, als je iemand niet kent, dan is de vraag wie bent u? Ja. En dan geef je iemand de vrijheid om te mm-hmm. zeggen van ja, ik ben Jacqueline. Mm-hmm. Ja? Of ik ben mevrouw Frule van Hopseke en Hopseda. Mm-hmm. Want dan is het iets anders. Mm-hmm. Je hebt ook nog een titel. Heb nog een titel. En als ja. het een titel hebt, wordt het nog gevaarlijker. Mm-hmm. Maar op een zeker moment, ik werk daar wel samen met Jordi nog. Want ik ben natuurlijk ook begonnen met Jordi vroeger. Mm-hmm. Voor Rutte en Kaag en Segers voor de rechter te zetten. Nou. Mm-hmm. En toen had die Pels Dijkie dat gezegd. Ja, weet je, dat hebben ze niet als persoon gedaan, dat hebben ze in functie gedaan. Oh, dus als je een functie hebt, dan ben je geen persoon. Maar dan ben je ook geen mens, kennelijk. Ja, maar dat is net als wat jij dus zei, dat er stond, als u een mens was geweest, dan had u... Ja. Had u het wel gewonnen. Ik werd afgewezen omdat ik die zaak niet als mens aanspande, maar als persoon. Ja. En hun weten dat dus allemaal. Dat wordt jou toch allemaal niet geleerd, ja. Jongens. Dat is toch sowieso te zot. Want je denkt toch als mens dat je gewoon een mens bent. Je weet niet eens dat er een... Als je een klacht indient bij het Hof van de Mensenrechten en je krijgt een briefje terug van ja, alleen mensen hebben mensenrechten. Wat is er dan misgegaan? Mm. Ja, dan was je geen mens. Ja. Kennelijk. Ja, maar dat komt er. Ja, dat is allemaal te zot. Sinds wanneer bestaat eigenlijk, is er eigenlijk altijd in Nederland belasting geweest? Sinds Nederland bestaat, ik weet niet of je daar een antwoord op hebt hoor. Maar... Nou, de revolutie is uitgebroken omdat er 5% belasting ingevoerd werd. Oké, kun je nagaan. Nederlandse revolutie voor 5%. Zo. Nou zitten we dik over de 80 en iedereen die zit maar van, ik heb een probleem. Ja, ik heb een probleem. Nee, je moet je probleem oplossen. Je moet gewoon eens een keer stoppen met die onzin. Ja. En waarom moet je stoppen? Het mag namelijk niet. Je bent strafbaar. Ja. Je kunt... mag er überhaupt belasting... Die mensen mag je geen gifte geven. Nee, omdat het strafbare mensen... Maar ik bedoel, staat het in het straf... in de strafrechten, zeg maar, dat de belasting... Want je zei dat niet erin stond, hè, belasting. Het woord belasting staat niet in het wetboek van strafrecht. Okay. Witwassen wel. Ja, en hoe zit dat dan? Het is verduisteren van een andermans eigendom. Dus ik dus maak hun, het zwart. Dus hun, zwart geld
Of het gaat niet eens alleen om geld. Het gaat om alle materiële zaken. Alles wat onder boek 3 valt. Dat is alles, alles wat tastbaar is, zeg maar. De vraag is of digitaal geld tastbaar is. Maar je moet wel iets aanraken om er iets mee te doen. Dus ik denk indirect wel tastbaar. Als jij, ik zal het even zo doen. Jij denkt, ik ga een bedrijf beginnen. Mm-hmm. En je gaat naar de Kamer van Koophandel. Mm-hmm. Je gaat je inschrijven. Mm-hmm. Waarom doe je dat? Ja, omdat je denkt belasting daarover moeten gaan betalen. Ja, maar, over jouw inkomsten. Ja, maar de Kamer van Koophandel heeft niks met belasting te maken. Nou, hun maken toch een melding. En dat, wat hebben ze dan eigenlijk inderdaad? Een registratie. En daar is de Belastingdienst op geabonneerd. En die krijgen vanzelf automatisch alle nieuwe registraties binnen. Jij kan ook je abonneren op de Kamer van Koophandel. En iedereen die een nieuw bedrijf begint, daar krijg je een melding van. En dan kun je kijken, is dat een leuk bedrijf? Oh, ja. Oh, dat past wel. Die ga ik even benaderen. Die ga ik reclame sturen en dat soort dingen. Dat is precies wat de belasting doet. Die gaat je reclame sturen. Want die stuurt je, nadat je ingeschreven hebt, een aantal formulieren. Of je die even in wil vullen. Als je ingeschreven staat bij de KVK, krijg jij gelijk van de belasting dat je belastingplichtig bent. Nee. Zo is het bij mij gegaan. Nee, ik krijg formulieren of je die in wil vullen. En ja, ik kreeg ook gelijk een melding dat ik belastingplichtig was. Oh, wat was dan de feit dat je belastingplichtig was? Ja, dat was een tijdje geleden hoor. Dat was volgens mij 2000, wanneer ben ik ingeschreven? 2000, weet ik veel wat. Ergens in 2000, begin 2000. Ja, jij hebt je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ja. Ja, vanaf nu ben je een jongetje. Houd even rekening mee. Ja, je zit te lachen. Ja. Maar ik bedoel, het is hetzelfde als dat hun zeggen. Je bent belastingplichtig. Ja, okay. Wie zegt dat dan? Nee, dat is waar. Ik snap wat je bedoelt. Maar ik bedoel, je krijgt dan eventjes in het systeem. Je krijgt formulieren. Je gaat die formulieren invullen. Waarop je ook een btw-nummer aanvraagt. Ja. En je zet je handtekening eronder. En dat stuur je maar terug. Je en nu heb je je wil verklaard. Ja, ja? Oké. Okay. Want nu heb je dus een btw-nummer aangevraagd. Ja. Dus je moet nu op alle producten die jij, is een contract hè. Jij hebt tegen mij gezegd, ik ben de belasting. En jij hebt tegen mij gezegd, jij doet zo goed werk. Mm-hmm. Ik ga op elk product wat ik verkoop, ik zit daar niet in de food, hè, dus het zit 21%. Mm-hmm. Vraag ik gewoon bijna een kwart van mijn product aan belastingen voor jouw goede doel. Mm-hmm. Hartstikke goed. Ja. Nou, dus jij gaat dat doen. Mm-hmm. En op een zeker moment ga jij dat geld, die 21%, mm-hmm. die ga jij in je boeken ga je lopen mee smoeselen. Mm-hmm. Ja? Nu ben je geld zwart aan het maken en het aan het verduisteren. Mm-hmm. Ja? En ga je het via een andere weg, ga je het weer proberen naar je toe te halen, omdat je dan dat naar je toe kan halen. Nou, dat is dus het verduisteren van een anders geld door het wit te wassen. Dus hun vinden zwart dat het maken. Dus wel van hun is. Tuurlijk, want als ik zeg, ik geef de dierenbescherming elke maand 3 euro. Ja? Dan zegt de dierenbescherming, ik weet dat ik van die en van die en van die en van die en van die, daar hebben we allemaal contracten mee, zoveel geld krijgen per jaar. Dat betekent dat we nu een andere dierenambulance aan kunnen schaffen. Ja. Want we hebben zoveel inkomsten gegarandeerd, dat gaat binnenkomen. Nou, ga je naar de bank en dan moet er geld komen. En dan zeg je van kijk, ik heb hier al die contracten. Het is nog niet binnen, maar we kunnen dan een dierenambulance aanschaffen. Nou, dan krijg je geld van de bank, schaf je een dierenambulance aan. Maar nou gaan ineens die mensen gaan geen geld meer betalen. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Ik snap het. Hé, hey, maar als ik me dan uitschrijf bij de KVK. Ja. Doe ik dan het contract ontbinden? Of hoe zit dat? Alle contracten moet je ontbinden. Oké. Okay. Je moet, als je vrij wil zijn, moet je niet gebonden zijn aan contracten. Ja. Dus dan moet je elk contract denkbaar moet je verbreken. Maar dan hoef ik dus geen belasting te betalen. Want het is een ambi en het staat niet in het strafrecht. Nee, op het moment dat je schenkingen gaat doen. Mm-hmm. Ik zal nog een ander voorbeeld geven, is makkelijker. Een arbeidscontract. Mm-hmm. Als je een arbeidscontract aan gaat met de baas, ga je niet alleen maar een arbeidscontract met je baas aan. Mm-hmm. Er staat namelijk ook sociaal verzekeringsbank, belasting, inkomsten, ziektekosten en dat soort dingen. Mm-hmm. 4
pensioendingen vaak. Ja. Dus je gaat met 5 partijen een contract aan als je je handtekening onder een arbeidscontract zet. Ja, maar de mensen zetten. Die willen die 40% geloof ik naar de belasting. Die willen die baan. Dus ze zetten ze een handtekening onder. Nee, ze een contract. Maar kun je daar vooruit komen dan? Ja, dan zegt de, dan is er nog, als je intikt op de AMBI, bij de zoeken AMBI bij de belasting, dan zul je een pagina tegenkomen waar staat dat alle giften die je hebt gedaan aan de staat, aan waterschap, aan gemeente, aan AMBI-organisaties, want de overheid is een AMBI, kun je aftrekken van je inkomstenbelasting. Maar dan moeten het wel giften zijn. Het zijn toch allemaal giftes? Ja. Jij gaat. Als het giftes, als het vrijwillige giftes zouden zijn, ja? Zou je dan morgen nog steeds belasting betalen? Nee, zeker. Nee, dus is het geen gift meer, want het wordt afgedwongen met geweld. Ja? En dat is dus weer zo'n trucje. Als het vrijwillige giften zijn, kun je het aftrekken. Dus je mag het helemaal niet aftrekken? Nee. Want het is niet vrijwillig, want anders had je dat toch al gestopt. Had je waarom zou je giften gaan doen die je dan van je inkomstenbelasting eraf gaat trekken? Dat heb je toch voor getekend? Ja, voor je inkomstenbelasting. Maar die andere giften, dat is, zijn dan toch gewoon schenkingen? Dus schenkingen valt niet onder giften. Ja, dan doe jij het vrijwillig. In artikel 5 van Burgerlijk Wetboek 6, dat is verbintenisrecht, dat wanneer er een overeenkomst tot stand is gekomen, dat de regels voor schenkingen en giftes niet meer van toepassing zijn. En is een afdwingbaar recht geworden. Natuurlijke verbintenis is geen afdwingbaar recht, maar een overeenkomst wel. Artikel 3 en artikel 5 van Burgerwetboek 6. Daar staat het eigenlijk al. Als je een overeenkomst bent aangegaan, dan zijn het geen schenkingen en giftes meer. Dus je moet altijd vragen, hebben wij een overeenkomst? Ik ben me niet bewust van die overeenkomst. Wilt u mij die overeenkomst even laten zien? Nou, wel als je dus getekend hebt bij je baas dat je iets wil, dan heb je een overeenkomst. Maar loopt dat dan via de baas of loopt dat dan? Maar je kunt met die baas ook een ZZP-contract afgaan. Want ik bedoel, je kunt toch zelf kiezen wat voor contract je afsluit? Ja. En je kan tegen die baas zeggen, jij wil mij hebben, dat is prima. Maar hier ben ik het niet mee eens. Dus die pagina's die scheuren we eruit. Ja. En hier ben ik het dan wel mee eens. En dan wil ik deze regel wil ik er ook nog in hebben. Ben jij het daar mee eens? Mm-hmm. Alsjeblieft, zet je klauw eronder. Prima, dan zet ik ook mijn klauw eronder. Nou, dus uit het KVK zou je moeten schrijven dan? Want dan kan je gewoon. Maar. Ja. Ja, sorry, er is zoveel informatie. Nou begrijp ik het helemaal niet meer. Maar ik begrijp het wel deels. Laat ik het zo zeggen. Wat is het nut van die registratie? De kraamverkoper, wat is het nut? Ja, dat weet ik zelf niet eens als je het er zo over. Waarom doe je iets wat geen nut heeft? Ja, dat is gewoon omdat het gewoon zo hoort, hè? Wie zegt dat? Ja, de overheid. Ik vroeg wie? Het was weer wie, ja, hè? Ja, het is Jan Jansen die dat heeft gezegd. Ja, nou, dan moet je. Ik geloofde Jan Jansen. Dan moet je niet zoveel geloof hebben in de. Ja, maar dat komt omdat je het gewoon niet weet, toch? Nee, maar serieus, het is heel naïef instopt. Het is de denkbeelden die ons. Je had het net over de manipulatie van je brain. Ja. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. Dat is het toch ook. Je wordt gewoon lam geslagen. Het is gewoon waarheid. Je wordt lam geslagen. Je volgt gewoon. Omdat altijd vragen. Er gebeurt iets. De waarheid zoeken. Ja. Wie? Daar begin je mee. Ja. Waar? Ja. Waarom? Wanneer? Waarmee? En we waren de 7, ik ben ze even kwijt. Ja. Maar als je wil zoeken, dan ga je vragen stellen. Ja. En dan ga je vragen stellen aan degene die jou benadert. Ja. En als dat iemand bij de gemeente is, het is altijd iemand bij de gemeente, dan ga je eerst eens uitzoeken of je die iemand bij de gemeente, of je die kunt vinden. Mm-hmm. Wie is dat? Mm-hmm. Als je die niet kan vinden, nou, dan ga je kijken. Is die persoon werkzaam op een bepaalde afdeling? En kan ik dat afdelingshoofd of die chef of zo, kan ik die bereiken? Mm-hmm. En die ga je dan aanspreken. Die ga je vragen stellen. Ja. En als je ze niet beantwoordt. Dan hoef je dat niet te doen. Dan ga je ook niet reageren op hun brieven. Oké. En dat werkt. En dan krijg je geen dwang en dat soort dingen. Ja, natuurlijk wel. Het is een misdaadorganisatie. Ja, precies. Ja. Als een junk met zulke papillen van de pistool op je hoofd zetten. Ga je portemonnee leveren of ga je dat niet doen? Ja, wat ga je dan doen?
Dan ga je portemonnee inleveren. Ja. Maar je gaat eerst proberen te kijken of je hem kan ontwijken. Nou, ja, dat ontwijken, dat kun je doen door vragen te stellen, toestanden. En je kunt die vragen opeisen bij de rechter. Ja. En als hun geen antwoord geven, dan kan de rechter daarop besluiten. Je staat gewoon sterker tijdens een rechtszaak. Dat wil ja, je sowieso, precies. Want je hebt, sterk, want je hebt je onderzoek gedaan. Je hebt je werk gedaan, precies. Nou, lieve mensen, ik vind... Ik kan wel dagen praten met Michael, hè? Maar je moet een keer naar huis. Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb geen idee. Maar Michael, wil jij nog iets kwijt? Denk je, nou, weet je wat? We doen het gewoon de volgende keer. Ja, keer. Lieve mensen, moet je luisteren. We zitten in een transitie. En het gaat de goede kant op. En als je het boek leest, dan zul je ook zien dat er dus wel aan gewerkt wordt op de achtergrond. Rechters die de politiek toespreken over het feit dat ze het fout doen. Wegen en wetten die gemaakt worden om te kijken of ze die mensen dan toch strafrechtelijk kunnen vervolgen. Het is te gek voor woorden dat je moet gaan kijken hoe je die mensen zelf wetten moet laten maken om zichzelf strafrechtelijk te laten vervolgen nadat ze wetten gemaakt hadden waarop ze niet meer vervolgbaar waren. Want het is natuurlijk, dat is niet te vatten dat ze het recht hebben om hunzelf boven het recht te zetten van anderen. Dat kan helemaal niet. Ja. Daar is echt in het verleden iets fout gegaan. Wat er nou precies fout gegaan is, weet ik niet. Maar er wordt wel aan gewerkt om het te herstellen, ook vanuit Europa. En er is nu laatst voor de grondwet is er weer een regeltje gekomen. Ik weet niet eens meer wat het regeltje voor de grondwet was, maar ik weet in ieder geval, artikel 17 is veranderd. Dat we dus recht hebben op een onafhankelijke, eerlijke rechter. Nou, laten we maar hopen. Hè? Dat die mensen dus inderdaad onafhankelijk en eerlijk zijn. Ja. En dat je dus ook gewoon naar de politie kunt en dus aangifte kunt doen tegen de mensen waarvan jij van mening bent dat ze je rechten schenden. Maar voordat je dat doet, ga je eerst uitzoeken of het zo is. Het zijn allemaal waarschuwingen in het boek, want je mag namelijk geen valse aangifte doen. Het is strafbaar om een valse aangifte te doen. Je mag niet zomaar iemand ergens van gaan beschuldigen en dan strafrechtelijke aangifte gaan doen. Dus ga eerst je vragen stellen, krijg je geen antwoord, dan is het automatisch een strafbaar feit. En dat automatisch strafbaar feit, daarmee kun je dan aangifte gaan doen. En omdat dat een strafbaar feit is, kun je ook een aanname doen op al die andere strafbare feiten. Wat een hoop zijn, hoor. Dan hebben we het over 284, 285, 285b, 326, 317. Ik zou zeggen wat het is. 284 is dwang. 365 trouwens ook. 273f, dat is mensenhandel. Dus dan wordt er gewoon echt met je persoonsgegevens gehandeld. 326 is bedrog, dat is dus valse naam, valse hoedanigheid en kunstgrepen. 317 is afpersing, afdreiging en dat soort zaken. En dat zijn al een heleboel die de overheid zo al in de eerste huppakee, pam 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 pam, allemaal al pleegt. Dus die kunnen er allemaal standaard op zetten, zo erg is het. Ze doen eigenlijk alleen maar strafrecht. Ze plegen strafbare feiten, maar ze komen ermee weg omdat ze dus ja, als enige de wet kennen. Een systeem hebben waarin jij zegt van ga jezelf even voor de rechter zetten. Want wij zouden dus hun voor een strafrechter moeten kunnen zetten. Nou is dat wel een procedure, omdat je hebt aangifte bij de politie, die werkt niet. Dan ga je klacht doen bij het Openbaar Ministerie, dat wordt geseponeerd. Dan hebben ze een CEPO-recht, vinden ze. Dat zij mogen zeggen van, nou, die zaak volgen we niet en die zaak vervolgen we wel. Mm-hmm. Kennelijk vrijheid van keuze op de een of andere manier. Mm-hmm. Dus daar heb je ook niks aan. Nou, dan krijg je een artikel 12 procedure, SV. Dat betekent strafvordering. Dus je gaat bij de rechtbank, rechtstreeks bij de rechtbank klagen over dat zij die persoon die jij voor de strafrechter wil hebben, niet vervolgen. Misschien nu dat artikel 17... in de grondwet is gekomen, dat we een kans maken in die artikel 12 procedures, want ik heb ook gemerkt dat je ook daar heel erg op moet passen, dat je niet gekaderd wordt. We hebben op een zeker moment iemand was €65 van zijn rekening gestolen bij de bank. Nou, de oude man, pensioentje. Dus we zeggen van, nou, we gaan er wel achteraan. Mm-hmm.
hier heb jij die 65 euro, die betalen we jou. Ben jij schadeloos gesteld? Mm-hmm. Jij geeft onze machtiging en wij gaan proberen terug te krijgen bij de rechter. Ja. En toen kwamen we bij de strafrechter, omdat de gevende bank die dat gedaan had, die zijn naam hadden we achterhaald. En, maar die had dat in samenwerking gedaan met de overheid natuurlijk. En die rechter die had dat op een zeker moment gekaderd op 310. En dat is diefstal. En met die verstanden dat het diefstal is om zichzelf te verrijken. En door iedere keer ja, ja, nee, want ze stelden allerlei vragen. Was er op een zeker moment alleen nog maar kennelijk op de een of andere manier 310 over. En toen zegt die rechter, ja, nou, dat heeft die mevrouw niet gedaan. Want die heeft het niet voor zichzelf gestolen. Mm. Dus de rechter geeft toe dat het gestolen is. Maar die mevrouw heeft het niet voor zichzelf gestolen. Dus is 310 niet geldig voor die mevrouw. Wij zeggen, nee, oh, samenspannen. 285 in vereniging. Nee, 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 nee. U hebt net nee gezegd, bla, bla, bla. En dan heb ik zoiets van, proberen jullie nou de overheid uit de wind te houden door dit te doen? Of willen jullie echt, zoals je hoogste collega's van de Hoge Raad, Geert Korstens, Hoge Raad, Geert Willink, Raad van State, Brenning Meijer, dat soort mensen, werkelijk een rechtsstaat overeind houden of een compleet killen? Want dat is wat je aan het doen bent als je als een rechter niet mensen die sowieso al hun recht niet kennen, op die manier gaat zitten behandelen. Vechtende tegen een machtige overheid waar ze eigenlijk altijd op die manier van gaan verliezen. Ja. Je hebt al verloren als je het niet kent. Ja. Je bent, staat nog maar 100 punten af. En als je het wel kent en je krijgt een stelletje rechters die proberen de overheid uit de wind te houden, dan is de hele rechtsstaat verloren. En dan, maar ook hun kinderen, ook hun familie, ook hunzelf komen in die dwangdictatuur terecht. Ik weet niet of zij denken dat ze ervan vrijgesteld blijven. Maar als de pestpleuris uitbreekt, dan is iedereen de lul. Ja, het is zo'n eigen hachie, hè? Eigen hachie. Ja, ik heb ook eens een politieagent gehad die zegt van, ik zeg, je weet toch dat je het fout doet? Ja. Hij zegt, maar als ik daar tegen in ga, dan verlies ik mijn baan. Ik zeg, ja, en? Ja. Hij zegt, ja, maar ik heb een hypotheek, mijn kinderen op school, toestanden. Ik zeg, ja, dan ga je toch naar een gewoon sociaal woningbouwhuisje. Ja. Dan verkoop je huis. Ja. Maar je zet je moraal aan de kant en je schendt je armsheid voor poen. Ja, maar ja, dat staat ook in het Tweede Testament, dat is ook zo grappig, weet je wel. Dat staat er eigenlijk ook heel duidelijk in. Van, iemand die rijk is, zal nooit het koninkrijk inkomen. Waarom? Die zijn veel te bang om iets te verliezen. terwijl ze niet snappen dat je eigenlijk alles bezit als je hierboven in het bewustzijn, een hoger bewustzijn stijgt, dat je alles al bezit. En arm iemand heeft niks te verliezen, dus die zal gewoon koninkrijk. Er is wettelijk een verschil tussen bezit en eigendom. Ja, maar je snapt wat ik bedoel. Ze zijn bang om te verliezen. Ja, nou snap je wat ik bedoel. Bezitten. Je kunt wel iets bezitten, wat niet jouw eigendom is. Ja. Je kunt juridisch eigenaar zijn ergens van iets wat je niet bezit. Ja. Maar je kunt ook economisch eigenaar zijn zonder juridisch eigenaar te zijn. Nee, ja, maar dan hebben mensen moeten nog een hoop leren. Ja, maar dan hebben we het even over het recht. We hebben het natuurlijk eventjes als voorbeeld. Ja, ja. Maar de denkwijze van hoe dat in elkaar is gezet. Als we ervan uitgaan dat iedereen recht heeft op een stukje grond. Ja, om te kunnen leven. Dan zou je uit moeten rekenen hoeveel grond is er op de planeet. Het probleem is dat ze willen allemaal dat ene kleine stukje vruchtbare grond. Dat is Israël, de rivieren, delta. Ja. Ja. Egypte, Nederland, Brazilië, waar hebben ze nog meer? Nou, Amazone, regenwoud hebben natuurlijk het grote delta. Er zijn een aantal grote delta's waar we vruchtbare grond hebben, waar we dus goed voedsel kunnen verbouwen en dat soort dingen. En dan wil iedereen naar Nederland komen. Mm. Maar het probleem is dat als we in die vruchtbare delta vol gaan bouwen met huizen, dan kunnen we dus geen voedsel meer verbouwen. Nee. En dan gaan we vruchtbare grond gaan we verspillen door daar huizen op te bouwen, of de Three State City, of whatever ze willen. En alle boeren, die moeten eruit. Ja, want ze hebben geen voedsel. Ja, allerlei andere verdienmodellen, maar het is heel gevaarlijk. Het is alleen maar macht. Macht over alles. Totale slavernij. Ja, nou goed. Nou, lieve mensen. We gaan er een eind aan maken. Ja.
Ik zie je heel graag nog een keer terug. Lijkt je dat leuk? Ja, moeten we maar een onderwerpje doen of zo. Een onderwerpje, jij, een onderwerp en ik, een onderwerp, dat gaat niet. Nee, dit was toch een onderwerp? Een onderwerp, nee, dit was heel globaal, ja, allemaal okay, over het waar. Recht. Dus, okay. Gaan we een thema bedenken? En een actueel thema, wat op dat moment actueel is. Nou, helemaal leuk. Ja, dan hebben we het minstens allemaal gedaan. Ja, precies, laten we dat doen. Vind ik hartstikke leuk, kijk er naar uit. En mensen? Het is niet uitgebreid. Ja, en waar kunnen ze dat kopen? Overal. Je kunt het op internet gewoon ken uw recht intikken. Dan kun je alle boekhandels zien het. Het kost 3 tientjes. En er zitten allerlei brieven in die je kunt gebruiken. Dus ja. Nou, lieve Michel. Bedankt voor je komst hier. Bedankt voor je gesprek. Want we hebben echt al heel veel gesproken. En nou, ik zie je heel graag terug. En nou, lieve mensen. Koop dit boek. Het is fantastisch. En ik zal in de beschrijving van de video nog wat links zetten. En ook hoe je te contacteren bent. Ben je te contacteren? Ben je te bereiken? Wil je dat mensen je bereiken? Liever niet. Te veel. Nee mensen, sorry. Maar kijk, ik heb een Facebook en ik had een MeWe. En ik had een, nog wat van dat soort dingen. En ik was vanmorgen 6 tot 's avonds 12. Vragen aan het beantwoorden. Mensen aan het helpen. Toestanden. Ik kwam aan geen leven meer toe. En ik heb zelf ook nog mijn eigen problemen. Mijn eigen rechtszaken met de overheid en de gemeente. Ja, want ik probeer alles uit. Om te weten van wat gebeurt er. Ja. En hoe doe je dat. Ja, en dat soort dingen. Voordat ik een ander ga vertellen van kijk, dat kun je doen. Dat zijn de gevolgen. Zo kun je dat regelen. Je zult wel eens een keer in de politiecel terechtkomen. Maar dat is alleen maar intimidatie en dat soort dingen. Ja. We moeten ons gaan verzetten tegen deze overheid. Want die heeft totaal geen respect voor mensenrechten en burgerrechten meer. Alles wordt geprivatiseerd. Hoe dat werkt staat trouwens ook in het boek. Hoe ze dat doen. Kun je dus ook allemaal nakijken. En alles is controleerbaar. Hoge raad uitspraken. Hoogleraren die ergens dingen over schrijven op internet. Er staan allemaal linken over in. En het is te veel om op te noemen. In, wat hebben we gezeten, 3 uur of zo. Moet je kijken wat voor studie hierin zit. Want van weet ik van hoeveel jaar. Dan kan je niet in 3 uurtjes even vertellen. Nee, dus, maar het is ook een heleboel gecomprimeerde informatie. Ja. Die op onderwerpen nog verder uitgediept kunnen worden. Om het ook betaalbaar te houden. Want ik bedoel, het gaat erom dat gewone mensen hun recht gaan leren. Ja. Kijk, advocaten hoeven het van mij niet te leren. Want die, eigenlijk weten ze het al. Ja. En eigenlijk weten ze ook dat... ik ken ook een advocaat die zegt van ja, zo zit dat wel in elkaar. Ja, als ik dat ga doen, kan ik mijn BMW wel naar de dealer toe brengen. Ja. Heb ik zoiets van. Ze zijn allemaal bang voor een eigen agie. Ja. En bang dat ze zelf geen geld er meer aan verdienen. Want ja, als iedereen zijn eigen rechten kent, dan hebben ze geen advocaat meer nodig. Maar goed, je vertelde ook, het rechtssysteem heeft gedaan dat je altijd een advocaat nodig hebt om een zaak aanspannen, maar ja, het zijn toch ook zaken bij juristen toch dit aanspannen? Nou ja, dat kan bestuursrechtelijk en dat. Maar een civiele zaak. Civiele strafrecht kan niet. En strafrecht kan je ook zelf. Nee, je kan niet zelf een zaak aanspannen. Je kunt je wel zelf verdedigen bij de strafrechter zonder een advocaat. Oké. Dat heb ik ook wel gedaan. En civiel is altijd zakelijk en dat gaat dan naar ook om recht. Maar een rechtsvordering is dan ook in, hoeft niet om geld te gaan, het kan ook om recht gaan. Een vordering om recht te krijgen bij een civiele rechter, civiel recht. Dat is wat ik op een zeker moment dacht van dat is het handigste om te doen. Want je gaat vragen stellen die niet beantwoord worden, wat strafbaar is, waardoor een schadeclaim komt. Je legt die schadeclaim bij ze neer en je gaat een civiele zaak beginnen om die vragen beantwoord te krijgen. En je vraagt ook de rechter ze te veroordelen in die schade die je leidt, omdat ze niet antwoord geven op die vragen. Ja. Ze verstoppen zich als criminelen in rechtspersoon. Ze ontwijken. En die advocaat, waarom hebben ze dat gedaan? Dat je altijd verplicht bent dan in grotere zaken? Of nou, ze weten sowieso dat je niks weet van het recht. Okay. Dus om, ook om je te beschermen is het natuurlijk zo dat je
juridische bijstand krijgt van een advocaat als je een probleem krijgt waarvoor je een advocaat moet hebben. Ja. En dat je dat wel, dus dat je niet jezelf in de vingers snijdt. Ja. Ja, maar ja, goed, dat kan ook met een advocaat tegenwoordig. Nou, ik heb meegemaakt dat ik de overheid voor de rechter had gezet. In dit geval het ministerie. Mm-hmm. En, gaan maar door, hè? Ja, dan krijg je een hele grote rechtszaak. Dan krijg je meer rechters, hè? Mm. Meervoudige kamer krijg je. En, ik kwam daar gewoon mijn verhaal doen. Mm-hmm. Wist ik veel. Yeah. Ja. En toen zeggen die rechters, heb u geen advocaat bij u? Ik zeg, moet dat dan? Ja. Nou, nee, zeggen ze, het hoeft niet. Achteraf gezien is het wel handiger geweest. Mm-hmm. Want ik verloor die rechtszaak omdat ik geen advocaat bij me had. Nou, mag dat? Ja, want rechters mogen namelijk, moeten onafhankelijk zijn. Die mogen jou niet helpen. Maar ook de tegenpartij niet helpen. Dus wat gebeurde daar? Ik heb mijn verhaal gedaan, ze hadden alles begrepen. Mm-hmm. En de overheid had het echt verkeerd gedaan. Weet je? Mm-hmm. Ze hadden ze ook begrepen. Mm-hmm. Ik verlies die zaak, want ik sta tegen 3 advocaten van het ministerie. Mm-hmm. En dat vonden ze eigenlijk ook een beetje lullig. En die zat mogen ze wel helpen? En er zaten allemaal rechtenstudenten in de zaal. Dus toen hebben ze gezegd, iedereen in de zaal blijft zitten. U verliest deze rechtszaak omdat u geen advocaat bij u hebt. Dus het ministerie wint deze zaak. Maar we willen dat iedereen even blijft zitten, want we hebben nog een mededeling. Okay. En toen stonden ze met z'n allen op. Toen waren er geloof ik 4 of 5. En toen zei ze met al respect voor wat u gedaan hebt. En we hebben alles gelezen, we hebben alles begrepen. Mm-hmm. Maar u verliest deze rechtszaak omdat u geen advocaat bij u hebt. Nou, ik vind het schandalig. Maar goed, het zal wel wat meer van mij zijn. Toen hebben ze gezegd, als de gemeente ook maar iets doet daar, schrijft u ons persoonlijk een briefje, leggen we alles stil, komt u even met een advocaat terug en dan gaan we de zaak nog een keertje overdoen. Dus ik had verloren, maar ze, als rechter geven ze dus de uitspraak van het ministerie heeft gewonnen. De rechtszaak is gesloten, staan op, maken een buiging naar mij, voor alles wat ik gedaan heb. En hebben ze dan, zijn ze achter mij gaan staan om me in te dekken tegen wat ze aan het doen waren. Mm-hmm. Waardoor dat wat ze aan het doen waren niet meer kon gebeuren, omdat ze wisten van die rechter zit erachter. Oh, oké. Dus je verliest de rechtszaak, maar eigenlijk win je hem toch. Ja, ik snap hem. Ja, ze konden eigenlijk niks ermee. Maar moest je ook betalen en zo? Heb je ook rechtszaken waar je... Want je moet een rechtszaak ook betalen. Griffierechten moet je betalen. Ja, bestuursrechten moet je gewoon griffierecht betalen. Dat is 300 zoveel euro of is het duurder geworden? Ik weet niet wat het tegenwoordig is, maar als je stichting bent, dan moet je meer betalen. Dus als je particulier bent, dan hoef je niet zoveel te betalen. En voor bedrijven is het duurder. Oh, echt? En ook als, oh ja, als het zakelijk is. Ik weet niet wat de prijzen op dit moment zijn, maar tik het even in. Vroeger was zakelijk 307 euro, geloof ik, aan griffierecht. En het was natuurlijk ook nog, als je dus zelf niet zoveel inkomsten hebt, dan krijg je dat dus van de staat, hè, aan toegewezen. Ja, dan, kijk, ik bedoel, ik heb al rechtszaken zelf 93 euro moeten betalen of zo. Oké. Okay. Oh. Omdat je dan op toelagen werkt. Ja. Maar het vervelende is, dan heb je een advocaat, die heeft maar 8 uur, wat hij betaald krijgt. Oh. Nou, en de dossiers die ik had... Dat was wel vol. Ja, die waren te gecompliceerd. Dat was het hele jaar. Dan moest hij al 2 maanden door, om door te lezen, laat staan, dat hij er nog een oordeel over kon geven. Ja. En dat is waarom ik ook schrijf in het boek. Keep it simple. Ja. 1, 2, 3 scheepsrecht. Ga het niet te moeilijk maken. Geen hele verhaal eroverheen. En wat vind je dan van het dossier maken? Want ze willen altijd dat ze dossier, je moet dossier. Ja, je moet dossieropbouw doen, omdat je wil weten. Kijk, hun proberen je helemaal vol te stouwen met papier. Ja. Ja. Maar je moet wel weten, op die datum heb ik die brief gekregen. En de procedure is dat. En ik heb voor die tijd heb ik die brief teruggeschreven. Ja, met een eis daarin voor 2 weken. Mm-hmm. Binnen een tijdslimiet moet dat weer zijn. En dan heb je zo'n tijdspad en daar kun je dan opschrijven. Die brief van die datum was dat, dan heb je een beetje een dossier. Ja. Ja? Mijn dossier gaat 20 jaar, dus dat is... Maar een rechter kijkt toch niet naar het heel dossier? Nee. Dat is het probleem. Ja. Die rechter heeft geen tijd om dat soort dossiers door te nemen. Dus dan eigenlijk krijg je een valse uitspraak dan? Ja, maar het hele probleem is met die hele rechtspraak, dat die rechters, die krijgen ook geen tijd. Het is nu... De overheid heeft nu zoveel boetes uitgedeeld voor mensen die
per ongeluk niet 1,5 meter uit elkaar zaten. Ja, ja. Of hun mondkapje niet op hadden en dat soort dingen. Dat de rechters kunnen het niet aan. Nee. Nu wil het Openbaar Ministerie wil buiten de rechter om eigen rechten gaan spelen, zoals ze al doen met CJIB, om maar geld binnen te graaien, om die boetes op die manier te verhalen. Maar het kan niet, want het waren strafbare feiten. Dus dat, ze hadden dus noodwet gebruikt, strafbare feiten, dus het kan niet. Het moet bij de rechter komen. En ze weten nu al eigenlijk dat ze dat gaan verliezen. Dus ja. Lieve Michel. We gaan stoppen. Ja, want hij zit bijna vol. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Zet je reactie hieronder in de video als je vragen hebt of weet ik veel wat. Misschien wil ik Michels lezen voor de volgende keer om mee te nemen. Dat ik jullie vragen kan laten beantwoorden of iets. Ik hou van jullie en deel de video zoveel mogelijk. En vertel de mensen over het boek dat ze hun eigen rechten kunnen leren. Ja. En de video's. Ja, en de video's. Vrijheidsrechten kun je ook nog video's kijken met vragenlijsten daaronder. Dus als je het video gekeken hebt, kun je multiple choice vragen maken om te kijken of je de video goed begrepen hebt. Oh, en het kost niks. Dan hoef je ook het boek niet aan te schrijven. Nou, helemaal te gek. Nou, doei. Doei.